gewoon ik naar de heer uh, Veldzink, dan mag ik goed zeggen. Hans Veldzink, goeiemorgen. 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 Ja, want uh, Friesland hat is eigenlijk een een, een schoolvriendin in Griekenland, hè? Ja. De pcbo uh, vier zegt, Sint um, sinds... Ja. Ja, in je maat in principe. Dus je bent al een beetje bezig als PCBO. Maar ja, voor de meesten, de harkers, hè, die denken... wat is dat nou, PCBO? Kun je misschien een een liedje uitlezen, Jan? Zeker. Uh, we zijn een vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs... in uh, gemeente Dantumadiel en nu ook uh, uh, noord oost friesland zit erbij. Uh, in totaal nu uh, zo'n 11, scholen, basisscholen. Uh, hier in de Westereen, uh, CBS de Bouwstien, uh, Veenwouden... Uh, Damwouden tot uh, Hallemarm... Uh, dus elf scholen, zo'n 1700 uh, kinderen uh, en, uh, en ruim 200 man personeel. Ja, nou ben je op fusieerd. Ja. Waarom? Nou, de, 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 de PCBO 4 zich bestaat uit uh, de formale vereniging PCBO Deal en PCBO Dantemadeal. Dantemadeal, uh, dus in de gemeente Dantemadeal en Verwerderadeal, Marm, Halm, uh, uh, Verwet en Bedaard en Blaya. Um, nou, in, de, in de huidige onderwijswereld komt er veel op je af. Uh, er zijn veel uh, ingewikkelde kwesties, personeelskwesties. Uh, en dan heb je als kleine vereniging uh, minder personeel om al die, uh, die zaken te regelen. En door die krachten te bundelen, ja, heb je, dan maak je het met elkaar makkelijker. En daar uh, heb je vaak dezelfde processen. Nu kunnen we ze samen bundelen. Uh, en daarmee uh, we kunnen we aan het eind van de dag hopelijk ook uh, duurzamer voor de scholen zorgen uh, in onze, die onze onder onze verantwoordelijkheid vallen. Ja, dus de leerlingen, vader ik Als goed is wel. Ja, dat is wel de bedoeling. Daar doen we het uiteindelijk altijd voor, voor de leerlingen. Uh, en door uh, de krachten te bundelen, uh, staan we samen sterker. Uh, iets meer armslag, iets meer draagkracht. En dat betekent dat we het christelijk onderwijs in de regio uh, uh, hopelijk duurzamer uh, kunnen waarborgen. Ja, want hij je nou, nou zo'n fusie door, hè? Nou ja, het gaat natuurlijk mij de bestuurder van, van de, de, alles scholen, denk ik. Ja. ja de pcbo's en Maar hoe zit met de ouders Zit, zit iedereen hier dan, of niet? De ouders? Ja, de ouders hier bijvoorbeeld. Want elke school had een ouders hier, denk ik. Ja, nee? maar op elke school... Dus de scholen merken er op zichzelf niet zo heel veel van. Ik denk dat de meeste ouders die, die maandagochtend hun kind naar het schoolplein brengen... Die, die, hebben, uh, die zien een ander bordje bij de deur hangen, maar die merken daar verder niet zoveel van. Dat is echt een proces, een bestuurlijke fusie, is echt een proces wat zich veel meer uh, achter de schermen uh, uh, plaatsvindt. Maar we zijn een vereniging, dus ook onze leden, de ledenraad, heeft uh, uh, ingestemd met die, uh, met die fusie. Ja, want van, van wanneer ben je eigenlijk al bezig? In je maat is dat eigenlijk officieel. Ja. Maar je gaat natuurlijk al van de vierde ja. voorhouder gesprekken houden, hè? Een aantal jaren um, de, de beide bestuurders van de verenigingen, uh, Gert van Tol, uh, dat is degene die ik vervang, dat is de bestuurder van uh, Dante Mediel. Um, die heeft samen met collega Ben Moijbroek, die inmiddels uh, is gestopt uh, 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 met zijn onderwijscarrière uh, van Verwerderadiel, hebben een aantal jaren geleden als een keer bij elkaar gezeten gezegd van, uh, waar kunnen we elkaar nou versterken? Wat kunnen we nou samen doen? Uh, altijd maar het wiel opnieuw uitvinden. Uh, waar kunnen we elkaar nou helpen? En um, dat is uiteindelijk steeds uh, beter gegaan en dat, dat voelde goed aan twee kanten en uiteindelijk is er uh, bij de mannen uh, bestuurders zitten uh, aan het einde van een, uh, van een loopbaan en is gezegd van nou we gaan uh, toch die fusie aan, we gaan die samenwerking ook formaliseren in een fusie. Dus ja. dat speelt al een paar jaar en we zitten nu eigenlijk inderdaad op het eind. Op het einde. en nog dat ah, je dat had, Op het begin. Had, ja dat is weer, nou je hoopt je natuurlijk als het goed wordt, nou bij jou is eigenlijk interim bestuurder, ja. dan wordt het dus vol en compleet Nee, bestuur komen. Hè? In principe niet. De heer Van Tol, Gert Van Tol, die is in principe gewoon bestuurder. Die gaat per januari 2025 afzwaaien en met pensioen gaan. En omdat hij nu met een hernia thuis zit, ben ik er even. Maar de vereniging zoekt ook inderdaad wel een nieuwe bestuurder. En dat moet ik even goed uitleggen. De bestuurder is de uitvoerende bestuurder. Maar je hebt altijd ook een groep mensen naast je staan... die toezicht houden op wat je doet... En dat is wel vernieuwd. Dus uh, die zitten, de... krijg ik een stapje hegers, dus dan maak ik het misschien. Nee, ja, eigenlijk wel. Ja. Dat is de Raad van Toezicht. Ja? Dat, zijn, uh, uh, dat zijn vrijwillige ouders uh, die betrokkenheid hebben, uh, die, die kennis van zaken hebben op een bepaald aantal onderwerpen. Dat is eigenlijk je werkgever. Dat is, dat is eigenlijk de, het, het hoogste orgaan van de, van de vereniging. Oké, okay, die komen en dan komen jou en dan komt eigenlijk yes. squal. Ja. Oké, okay, maar, um, nou, go eigenlijk de Allgemeine Deal. Jong hey? en Leij, like, Gemeente Dantemedeal. Uh, ben de gemeente het eigenlijk een beetje bibelistisch, bijvoorbeeld. Ja. Wat is Friesland aan Dantemedeal zelf? Want yeah, ik denk eigenlijk wel drie beetje inspraak houden, Nou, ze moeten vooral goedkeuring geven. Hè? Je moet het op de hoogte stellen. Dus uh, alle partijen worden daarbij betrokken. Dus uh, uh, op een gegeven moment is er een voorgenomen fusiebesluit. Nou, dat, dat, uh, dat, dat neemt wel een jaar uh, tijd in beslag, die hele uh, administratieve fusie. Maar uh, er is er een, goedkeuring, uh, een goedkeuring gevraagd aan de gemeentes. Beide gemeentes hebben een positief uh, advies afgegeven. Dus dat is goed. Ja. Dus je wonen eigenlijk. Maar ik zei, je mijn skin al even uh, ja, maar dat klinkt alsof we een hele vieze lei hadden. <laughs> en dat is niet het geval. Nee. Het waren twee uh, hele uh, uh, prima zelfstandige verenigingen. Maar, ja, maar eigenlijk je, die, die samenwerking... Je ja. mag kwam wel binnenkomen, ja. denk ik, hè? Nou ja, en dat betekent in ieder geval in de praktijk... Hè, uh, nou, wat ik al zei, uh, in de klassen, daar verandert niet zoveel. Uh, voor werknemers wel, want die krijgen een andere werkgever. Namelijk, uh, je werkte of voor PCB of Verwerderadeal. En dan werk je nu ineens voor PCB of Vierzicht. Um, daar gaan we nog een mooi feestje voor geven, trouwens voor die werknemers. Nou, dat is, dat is altijd goed. Uh, en um, uh, denk aan personeelsbeleid, denk aan begrotingsbeleid, denk aan huisvesting. Al dat soort uh, overkoepelende zaken. Ja, die gaan we met elkaar harmoniseren het komende jaar. Dus van twee ja. beleidsstukken maken we er één. Nou, en op die manier gaan we dan verder. Nou, en Fierce heeft natuurlijk een heel goede naam, Manon. Ja. Fierciën. Ja. Bijvoorbeeld, maar naar de toekomst. Ja. Had je het ik nog hoorde bedoeling nog? Nou, er zijn eigenlijk drie, uh, drie uh, betekenissen. In, in het woord uh, vierzicht zit natuurlijk vier. Dat, dat de vierde vries. Dit, dit, dit heeft ook een, een associatie met trots. We zijn trots op waar we vandaan komen en waar we, waar we wonen en werken. Vierzicht is uh, associeert ook met vergezicht. Hè? Dus uh, ja, kijk om je heen hier in de, in de regio en, en je snapt wat wij bedoelen. Uh, ja. En vierzicht betekent natuurlijk letterlijk vooruitziende blik. En in het onderwijs met kinderen werken heb je een vooruitziende blik nodig. Want je moet. De toekomst inkijken waar, uh, waar zij straks in opgroeien. Hans Velsink, dankjewel. Hou je wijs, En uh, succes met je PCBO-vierzicht. Dankjewel.